Goedemiddag. Hallo. Spannend. Hallo, ja, nogal. Hoi. Henk is de naam. Gerry. Oh, alsjeblieft. Dankjewel. Leuk. Bloemetje. Ja. Ga lekker zitten. Ja. Nog een cadeautje. Altijd leuk. Cadeautje krijgt, toch? Dat is zo. Oh, lekker. Chocolaatjes. Voor bij de thee. Of koffie. Of bij de koffie. Dankjewel. Alsjeblieft. En een kaartje. Dat is geen kaartje. Het is iets anders, mag je kijken. Oh, oké. Okay. Ontspannend. Dit is namelijk een grote liefhebberij van mij. Oké. Mag ik graag doen. Motorrijden? Nee, scooter. Scooter, ja. Oké. Okay. Nou, hij ziet er wel uit als een motor. Ja. Oké, okay. Je moet doen wat je leuk vindt, toch? Nou, bedankt. Ja, alsjeblieft. Ik heb voor jou ook een cadeautje meegenomen. Ik heb er eigenlijk een beetje van alles ingestopt. Oh. Dan kan je zien waar ik geboren ben. Dat is hier. Roelof Arendsveen. Oké. Okay. Staat bekend om de tulpen. Mm-hmm. Daarom heb ik tulpenbolletjes meegenomen. Rode. Hier is een trommeltje, komt uit Arnhem. Ik woon nu in Arnhem. Arnhemse meisjes zijn dat. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Oh, echt waar? Ja. Nou, wat grappig. Moest ik komen kijken, dat is ook leuk. Ja, ik weet niet of je dat leuk vindt. Een hele sport gebeuren. Kijk dan. Kijk, dat is ook mooi dan. Ook een groot, hè? Hoe je dacht aan? Een loopband en een roeien hier. Ja. Ja, ik doe altijd, ik probeer 3 keer in de week te gaan. Ja. Dus morgen god, even sporten. Op de loopband ga ik denk ik verlopen. Een half uurtje doe ik meestal. Maar dat zal niks te mensen. Ja. Moeten we nog boodschappenlijstje maken? Ja, we moeten boodschappenlijstje maken. Heb jij erover nagedacht? Ja, ik ben eigenlijk vrij gemakkelijk in, qua eten. Ja. Dus maar, ja, mij maakt het eigenlijk niks uit. Ja. Ik wil ook wel iets gewoon misschien wel bakken. Een hartige taart. Ik weet niet of je dat lust. Hoe? Hartige taart met chorizo. Dat is een beetje gekruide worst en bloemkool. En dan moet je dat bakken en dan doe je er ei bij. En dan gaat het in de oven. Dan gaat het stollen. Heb je een taart. Met, dus compleet. Ik ken het niet, maar het maar, erin en, zit, en dan misschien, ken ik wel. Misschien een lekkere gewoon frisse salade erbij of zo. Ben je al lang alleen? 3,5, 4 jaar. Oh, ik ben 20 jaar alleen. En ik heb 1 keer een relatie gehad tussendoor. Maar dat heeft me ook geen goeds gebracht, zullen we maar zeggen. Ik heb ook wel eens dat ik denk, oh, daar heb ik me helemaal in vergist. Dus vertrouwen is best lastig. Ja. Als je een keer beschadigd bent, dan raak je daar niet meer vanaf, zo zeg maar zeggen. Wat ga je missen aan het vrijgezellenleven? Niet veel. Ik ben een persoon die graag dingen dus met z'n tweeën doet. Dat is een lastige vraag ook, want ik moet dan 3 dagen in de week werken. Ik heb ook nog wel eens mensen die ik de haren doe. Ik ga altijd meestal met een vriendin op vakantie. Maar wij doen ook nog wel eens een dagje naar Veenendaal. We gaan een dagje naar Doetinchem. Ik heb dan een eetclub met een paar vrouwen. En dan gaan we ook eens een dagje weg. En mijn familie woont ook allemaal ver weg. Als ik naar mijn zus ga, dan Roelof Arendsveen, dat is 3 uur rijden. Anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. En dan heb ik een zusje Katwijk, heen in Purmerend. Mijn broer dan. En Nieuwkerk aan IJssel. Oldenzaal, 2 in Roelof Arendsveen. Ja. Ja. Het komt zoals het komt. Moet dat nou zo dan? Ja, probeer maar gewoon. Het maakt niet uit. Zo kan het ook. Ook. Welke eigenschap zit jou wel eens in de weg? Eigenschap? Ja, de buik. Eigenschap wat mij dus wel eens in de weg zit. Dus dat ik nog wel eens, laat maar zeggen, door bepaalde dingen emotioneel kan worden. Bijvoorbeeld met een film of zo, of met een documentaire. Dus, Oké. Wat betekent echte liefde voor jou? Alles. Alles? Ik ga er wel vanuit, dus dat ik dat nooit nog eens een keer, moet ik noemen, terug kan vinden. En of het dan, laat maar zeggen, hier gebeurt. Ja. Maar, er zit een maar aan bij jou. Ja, zou leuk zijn, maar weet je, ik moet eerlijk zeggen, dat is allemaal tijd nodig. Wou jij het liefst zullen slapen? Ik denk gewoon alleen. Nee, oké. Okay. Ja, ja. Nee, dat vind ik een eerlijk antwoord van je. Mm-hmm. Maar daar of daar, laat ik het al zo zeggen. Ja, maakt mij niet zo geluid. Dan ga jij meneer, dan ga ik hier. Ja. Zeker weten? Ja. Nou. Pak elkaar handen vast. Oh ja. En voel dit al vertrouwd. Oh.
Nou, ruit dan maar, hè. Ja. Warme handen. Ja, dat is ook niet echt. Nou, voel je voel je vertrouwd? Ja, je voelt wel vertrouwd. Ik hoef niet bang te zijn voor je. Nou. Oh. Nou, leuk. Dat hebben we ook weer gehad. Die zijn dan door de helft. Snap je? Zo. Lengte en breedte. Ja. Zo breed? Dunner. Dunner? Ja. Zo? En dan nog een keer zo. Ja, maar die hoeft niet hoor. Nou. Ik ga nu even stuiven. Dit gaat er niet worden, denk ik hoor. Ik ben wel heel erg benieuwd om. Waar we die worst hebben? In die pan? In die pan, ja. Gewoon zo erin? Ja, maar hij staat nog niet aan, hè? Nee. Kan ik niet meer voor je snijden? Tot hoever... Ik zou die kontjes gewoon afsnijden. Ja. Hoe vind je dit zo gaan, zo met ons twee? Ja, ik vind dat best wel leuk gaat zo. Ja. En ook gemakkelijk, gemoedelijk. Hoe vind jij het dan zo? Zijn niet dat de vonken ervan afspringen of zo? Niet? Gewoon gezellig. Ik heb ook geen kriebels. Nou, ik wou zeggen, eet smakelijk. Eet smakelijk, nee. Maar, nou. Heb jij eigenlijk een bepaald type? Val jij op een bepaald type vrouw? Dan zeg ik, ja, gewoon verzorgers zijn. Ja, maar ook best wel vrouwelijk. Niet dat ze erbij lopen van kerel of zo. Met jurkjes en zo. Ja, en dan stel je een keer een rok aan doet of zo, ja, dat vind ik best mooi. Ja. He, omdat je, als het goed weer straks is, weet je wel, dan een jurk aan doet of zo, of wat dan ook. Ik ben niet echt van de jurkjes. Ik zeg het je eerlijk. Nou? Het smaakt, maar af en toe iets meer pittig gemogen. 1, 2, 3. Oei, oh, dat was wel een mooie, zag je dat? Ja. Hoe kunnen wij samen meer de diepte ingaan? Een zwaar gesprek. Dat vind ik zwaar. Ja. Kunnen we nog... moet eigenlijk wel gebeuren, hè? Een zwaar gesprek. Op wat voor manier... Ja, ik vind het best wel moeilijk. Oh, man, wat is moeilijk. Hoe voor elkaar... Wat we voor elkaar vinden, nou, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Ja. Ik vind het toch wel moeilijk gezegd om te zeggen van... ik noem maar even wat, ik geef heel veel om je, ik hou van je of wat dan ook. Maar dat kan toch niet? Nee, dat kan nog niet, nee. Het is lastig. Om de diepte in te gaan, is lastig. Ik wou nog zeggen, we hebben hier geen zwembad van 5 meter diep. Lang leven de liefde is vrij.